Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video die ik zelf altijd ontzettend leuk vind om te kijken. En vandaag kan ik hem eindelijk zelf opnemen. Ik heb namelijk een samenwerking met Shein. Ik wil bij Shein 8 dingen uitzoeken, dus dat heb ik gedaan. Ik ga namelijk volgende week op vakantie. Het was een beetje tricky of het op tijd binnen zou komen. Maar het is op tijd binnengekomen gelukkig. Dus deze items kunnen we lekker mee op vakantie. En het zijn vooral veel bikinis. Ik heb 4 bikinis en 4... ja, echt zomerse outfitjes, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat passen en of het leuk is allemaal. Heb je nou zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen. Oké, het is een vierkante doos. Het heeft er ongeveer volgens mij 1,5 week over gedaan, zoiets. En ik heb een mes. Ik ga de doos openmaken. Ik moest gisteren echt mezelf inhouden om hem niet open te maken alvast. Want ik wilde zo graag kijken. Oké, ik ga gewoon vanaf boven pakken wat ik als eerste zie. Als eerste zie ik dit zakje. En dit is als het goed is een bikini. Deze heb ik in een maatje S besteld. Volgens mij heb ik bijna alles in een S. Ik keek gewoon heel erg naar de recensies wat andere mensen hadden. En op basis daarvan heb ik mijn maat gekozen. Ik heb qua cupmaat 70C en qua broekje heb ik een 36 vaak. Dus dan weet je dat een beetje. Maar dit is dus een bikini setje. Ik ben hier heel benieuwd naar. Het is dus met tie-dye. En al mijn vriendinnen weten wel, ik ben helemaal gek van tie-dye. Ik vind het echt geweldig. Dus ik moest natuurlijk ook een tie-dye bikini hebben. Roze. Hij ziet er wel best wel klein uit. Er zitten ook cups in, maar ik haal die er persoonlijk eigenlijk altijd uit. Omdat ik dat mooier vind. Ja, dan heb je gewoon de vorm van je eigen borst en niet van zo'n vierkant cupje, zeg maar. Het is dus gewoon zo'n triangle bikini die je aan de bovenkant zelf kan knopen en aan de achterkant. Dus dat is altijd heel erg chill, waardoor die eigenlijk altijd wel past. Dan zit er ook een broekje bij. En dit soort broekjes vind ik altijd echt heel erg mooi. Deze doen me een beetje denken aan de broekjes van Bio de Label. Dat die zeg maar zo wat hoger uitgesneden is. Bij je kont is die ietsjes groter, wat ik wel fijn vind. Hij ziet er best wel groot uit voor een S, vind ik. Maar we gaan hem zo meteen passen, kijken of die past. En deze heeft dus weer precies datzelfde printje. En dan zit er nog een rokje bij. Wat je dus over je bikini heen kan aantrekken. Ik vind het niet per se heel leuk of zo, maar het zat gewoon in dat pakket erbij. Dit is dat rokje. Het is van een beetje van wat gaas. Ik hoop trouwens dat de belichting goed is, want de zon die schijnt af en toe wel niet. Maar dan weet je dat. Maar dit is dus het rokje die erbij zit. Ook weer precies diezelfde kleur roze, ook weer dat tie-dye. En ja, op zich is het wel leuk en handig om dit te hebben voor stel dat je eventjes naar een winkeltje moet lopen, dat je eventjes wat aan kan trekken. Dus dit setje. Ik ben echt heel erg benieuwd naar dit broekje, want ik hoop dat hij mooi zit. Maar hij ziet er oprecht best wel groot uit. Maar deze dus. En ik ga even kijken hoeveel alles kostte ook gelijk. Voor dit hele setje betaal je 13 euro. Dus dat is die. Ik twijfelde eerst om aanbeelden te doen van de bikinis. Maar ik ga het toch maar wel doen. Omdat ik het zelf ook wel chill vind. Om dat gewoon in een Shein video te zien. Hoe de bikinis vallen en zo. Ook qua maten. Dus hier komt de roze bikini. Oké, bij deze top is nu de cup eruit. En bij deze zit het er nog in. Je ziet op zich niet heel erg veel verschil. Maar topje vind ik dus best wel klein. En het broekje best wel groot. Maar op zich vind ik het wel gewoon een mooie bikini. Ik vind het altijd mooi als die broekjes zeg maar wat hoger vallen. Want dan lijken mijn benen wat langer. Want ik heb echt maar hele korte beentjes. Ik ben 1,60. Dus dat vind ik wel heel erg chill. Oh, dit is trouwens dat rokje erbij. Ik voel me echt een beetje zo'n Totally Spice girl. Ja, ik zou het zelf niet dragen. Maar het is wel leuk dat ze het erbij doen voor de mensen die dit wel leuk vinden. Dus dat is die. Dan nog een bikini. En deze ben ik echt zo benieuwd naar. Ik weet niet, ik zag hem op de site. En ik dacht van ja, zal ik hem kiezen of niet? Maar ik heb hem gewoon niet aan mijn hoofd. Ik vond hem zo leuk. Dus een blauwe bikini. Ook deze heb ik weer in een maatje S. Kijk, dat is toch gek. Dit is ook een maatje S van het broekje. En die ziet er veel kleiner uit. Maar in ieder geval, het is dus een ruitjespatroon. Wit met blauw. Ik hoop dat je het goed kunt zien. En dit is ook weer zo'n model. Deze is denk ik wel ietsjes meer in je kont dan die ander. Maar dat vind ik altijd wel mooi. En daar zit dus ook zo'n topje bij. Dit is een beetje zo'n sporttopje. En aan de voorkant zit er dan een knoopje. Waardoor die iets meer diepte zeg maar geeft. Dus dat vind ik heel erg leuk. Aan de achterkant is die gewoon, is het gewoon een band. Zeg maar. Je kan hem verder niet verstellen. Ik weet niet of je deze open kan doen. En dan verstellen. Nee, het is gewoon voor de sier. Dus hij moet wel echt perfect zitten. Want je kan hem dus niet verstellen. En ook de bandjes aan de bovenkant kan je niet verstellen. Maar ik denk dat deze wel moet passen. Ook hier zitten weer van die cups in, maar die haal ik er, zoals ik al zei, vaak wel uit. Maar misschien dat het bij deze op zich wel mooi zit. Dit zijn best wel ronde cups namelijk. Dus dat is deze bikini. En ik heb de laatste tijd echt een soort van obsessie met blauw. Blauw was altijd al mijn lievelingskleur, maar de laatste tijd heb ik echt alles blauw. Vandaar dus ook deze bikini in blauw. Ze hadden ook nog een zwarte en een oranje volgens mij. En deze bikini was 11 euro. Ik ben echt verliefd op deze bikini. Ik vind die blauwe kleur
zo mooi. Ik zat toen heel erg te twijfelen van zou ik oranje of blauw nemen. Maar ik ben echt heel blij dat ik voor de blauw heb gekozen. Ik ga niet de achterkant laten zien, want die is wel echt heel erg cheeky. Dus dat bewaar ik lekker voor op het strand. Die cups zitten er nu nog wel in, maar ik ga die er even uithalen. Want die cups heb ik er nu uitgehaald en het zit echt een stuk beter en ook een stuk lekkerder. Ondanks dat je de top niet kan verstellen, zit die wel gewoon prima. Ja, het is jammer dat hij niet ietsjes zo had gezeten, had ik ietsjes mooier gevonden. Maar ja, ik vind hem voor de rest wel echt heel erg leuk. Dus dat is de blauwe. Dan zie ik hier een topje. En deze heb ik ook in een maatje S. En dat is een wit kant topje. Oh, die vind ik heel schattig. Deze. Aan de voorkant heeft hij dus allemaal kant en soort van de vorm van je borstje, zeg maar. Dat hij zo mooi naar binnen valt. Met een strikje. En dan heeft hij nog van die schattige mouwtjes. En aan de achterkant is het gewoon, zeg maar, van dat elastiek. Dus het trekt lekker mee. Hij ziet er wel weer groot uit, maar beter iets te groot dan te klein, zeg ik dan altijd maar. Ja, ik denk wel dat deze moet passen. Ik heb dus echt een hele leuke soort van wijde broek. En ik denk dus dat deze er echt heel erg leuk op staat. Dus dat is die. En die heb ik dus ook in een maatje S. En die kostte 14 euro. Dit is de witte top. Ik ben echt heel erg blij dat ik een maatje S heb genomen en geen XS. Je kan hem dus zo hoog dragen. Maar je kan hem dus ook zo off the shoulder dragen. Ik vind hem echt heel erg leuk. Er zit verder geen rits in of zo waarmee je hem aan kunt trekken. Maar zoals je ziet, dat elastiek aan de achterkant trekt heel erg mee. Dus hij is echt heel erg makkelijk aan te trekken. Ik vind deze echt heel erg leuk. En dat kant dus ook echt heel mooi. Het ziet er niet goedkoop uit of zo. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik hier een topje wat ik dacht dat is leuk voor over je bikini heen. Ook deze heb ik weer in een maatje S. En die is een beetje een oranje kleur volgens mij. Dus een beetje zo'n gehaakt vest. Maar dit leek me wel echt heel erg leuk. Voor met een kort spijkerbroekje en dan voor over je bikini heen. Of zo als je een leuke zwarte bikini eronder aan hebt. Leek me dit wel echt heel erg leuk. En ik hoop dus dat ik in oktober met Rosa naar Ibiza kan. Want dit leek me ook echt een heel erg leuk dingetje voor op Ibiza. Ja, ik weet. Ik heb er niet zoveel over te zeggen. Best wel een grof gehaakt vestje. In een maatje S dus. En volgens mij zit er ook... Oh, wat grappig. Ze hebben het label dus los erbij gedaan. Zodat je niet hier dat label ziet zitten als je hem aan hebt. Dat is best wel slim over nagedacht. Dus dat is deze. Ik denk wel dat hij wat groot is. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk als hij een beetje oversized zit. Dus dat is deze. Deze gehaakt top kostte 23 euro. Dit is het oranje vestje. Die zou ik dus zo over mijn bikini heen dragen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Die touwtjes zijn wel echt bizar lang. Maar verder vind ik dit wel echt een heel erg leuk topje. Gewoon voor lekker voor over je bikini heen. Een lekker shortje eronder. Echt heel erg leuk. Dus dat is die. Dan gaan we verder met de zwarte bikini. Ik kan er dus achter ook helemaal niet een simpele zwarte bikini heb. Dus die heb ik ook uitgekozen. In een maatje S weer. Kijk, we gaan beginnen met het broekje. Dit is het broekje. Het is echt een soort van V-broekje. Hij is echt heel erg omhoog. Op zich vind ik dat wel heel erg mooi. Maar ik denk wel dat deze heel hoog gaat zijn. Maar goed. Hij is wel echt van hele dikke kwaliteit. Er zit ook een soort van... Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Zit er een soort van ribbelstofje in. En hij heeft dus aan de bovenkant ook nog een V-band lopen. Deze vind ik wel heel erg mooi. En er zit er ook een topje bij. Als ik nu zo kijk, zit ik echt te denken van had ik niet beter een XS kunnen bestellen. Maar goed, we gaan het zien. Ik denk op zich wel dat deze moet passen. Dit is de top. Dit is gewoon weer een soort triangeltop. Maar bij deze kan je dus wel de bandjes verstellen. Echt mega chill. Ik zie dat ze sowieso weer een stukje korter moeten. Maar ik denk dat deze wel moet passen. Het is ook weer van een heel dik stofje. En ja, ik weet niet, ik vind die afwerkingen gewoon heel erg mooi. Dat het hier gewoon, dat er soort nog extra band omheen zit of zo. Ook hier zitten weer cups in, maar die kan je er weer gewoon uithalen. Ja, ik vind dit wel echt een hele mooie bikini. Ik hoop dat deze mooi staat. Dan heb ik eindelijk een goede zwarte bikini. Dus dat is die. En die kostte 13 euro. En deze hebben ze ook nog in veel andere kleurtjes. Dus als je zwart niet zo leuk vindt, ze hebben ook nog heel veel andere leuke kleurtjes. Dus die. Dit is de zwarte bikini. Ook deze vind ik echt weer super mooi. Ik heb de cups er al uitgehaald. Hij zit echt perfect. Ik vind het broekje ook echt heel mooi zo. Dat hij van zichzelf al zo omhoog loopt. Het enige is dat hij hier een beetje lubbert. Maar op zich valt dat ook wel mee. Voor de rest vind ik dit echt een hele leuke bikini. Maar kijk eventjes die schijven die erin zitten. Die zijn gewoon letterlijk rond. Dan een pakje. En ik had eens dus gezien bij Dagmar en bij Stacey. Die hadden hem allebei besteld. En toen mocht ik wat dingetjes uitzoeken. Toen dacht ik, ja, ik vind die ook echt super leuk. Dus die heb ik ook uitgekozen in een maatje S. En het is dus een heel pakje. Het is dus zo'n two-piece setje. Als eerst met dit rokje. Dit is het rokje die erbij hoort. Doe me een beetje denken aan zo'n pakje van Lovis die ik heb. Die is ook met bloemetjes. Hij rekt best wel lekker mee. Dus dat is chill. En verder heeft hij zeg maar van die roesjes van dat volant. Hij is een beetje groen met oranje en geel. En heel donker roze. Beetje dat fuchsia.
Dus die. En daar hoort dan nog een topje bij. Die vind ik echt heel erg leuk. Het is zeg maar een bandeau top. En dan heeft hij nog mouwtjes eraan zitten. Wat echt heel erg leuk is. Aan de achterkant heeft hij ook weer van dat, ja, hoe noem je dit? Van dat elastiek. Waardoor het gewoon eigenlijk lekker goed en strak blijft zitten, hoop ik. Hij ziet er wel klein uit, maar ik denk dat het wel moet passen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Maar ik vind het echt heel erg leuk als setje voor lekker op vakantie. Weet je, als je s'avonds uit eten gaat of zo. Dus dat is die. En dit setje kost 20 euro. Dit is het bijpassende setje. Het rokje is wel echt mega kort. Dus voor uit eten is het misschien een beetje te kort. Maar voor het strand vind ik het wel echt heel erg leuk. En ik heb nu zeg maar mijn BH omgeslagen erin. Maar ik zou hem gewoon lekker of zonder BH dragen of met een strapless BH. Want ja, dat zie je anders best wel zitten. Verder vind ik het wel echt een heel erg leuk setje. Ik vind die kleuren ook echt heel erg mooi samen staan. Maar hij is dus wel echt best wel kort, wat ik wel jammer vind. Want kijk, hier zit de plooi van mijn bil al. Dus ja, ja, je kan hem op zich wel lager doen. Maar ik vind het altijd mooier als hij gewoon een beetje zeg maar zo in je taille valt. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een jurkje. Ik vond dit echt een mega schattig jurkje. Ik heb dit in een maatje S. Ik hoop dat die past, want ik vond het echt heel erg leuk. Oh, het stofje voelt wel echt chill aan. Soms heb je natuurlijk als je op websites zoals Shein of Zago bestelt, dat soms de kwaliteit een beetje kan tegenvallen. Maar tot nu toe vind ik dat eigenlijk bij geen één item. Oh, dit vind ik heel erg leuk. Even kijken, wat is nou de voorkant? Ja, dit is de voorkant. Dit is dus een wit cremmig jurkje met roze bloemetjes erop. En dan groene blaadjes. Hij heeft lange mouwen. Met aan het uiteinde ook van die schattige plooitjes. Aan de achterkant heeft hij een rit waardoor hij gewoon makkelijk open en dicht gaat. En aan de voorkant zitten er nog voor de sier van die touwtjes. Hij is wel best wel lang, dus ik hoop niet dat hij te lang is. En aan de achterkant heeft hij ook een mooie split volgens mij. Oh ja. Oh, heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Oh ja, dan kan dit ook nog aantrekken. Die touwtjes aan de onderkant. Waardoor die wat strakker valt, zeg maar. Of wat mooi getailleerder. Dus deze. En deze heb ik dus in een maatje S. En deze kostte 22 euro. Oké, dit is het witte jurkje. Maar ik vind dit best wel een beetje een tegenvaller of zo. Hij is hier echt mega groot. Dus ik had gewoon een maatje kleiner moeten hebben. De achterkant krijg ik nu niet helemaal dicht. Waardoor die hier ook echt heel los zit. Dus eigenlijk moet ik hem gewoon eventjes aanzien als die wel helemaal dicht kan. Maar kijk, ik heb hem nu wel dicht getrokken. Maar er is nu niemand thuis die me kan helpen. Dus vandaar. Maar ja, ik vind hem op zich wel leuk. Maar hij is gewoon echt hier veel te groot. Dus dat is wel een beetje jammer. En ik heb die touwtjes een beetje opgetrokken. Zodat hij wat korter was. Anders kwam hij echt tot aan mijn knieën. Dus dat vond ik wel helemaal niet mooi. Ja, ik weet misschien als hij inderdaad helemaal dicht zit. Dat hij wel leuk kan zijn. Maar ja. En dan als laatste alweer de laatste bikini. Deze heb ik ook weer een beetje in een groen-blauw kleurtje. Een beetje zeegroenig. Deze heb ik wel een maatje. En waarschijnlijk stond er dan bij de reviews dat hij klein viel of zo. Dus heb ik een maatje groter genomen. Dit is het broekje. Oh ja, beter dat ik een M heb genomen. Want het ziet er niet heel groot uit. Dit is het broekje. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Aan de zijkant kan je hem gewoon strikken met touwtjes. Dus kan je zelf de grootte bepalen. En er zit dus ook weer zo'n ribbelstofje in. Echt heel erg mooi vind ik deze kleur. En er zit dus ook weer gewoon een normaal triangel topje bij. Dat is deze. Ik zal hem eventjes losmaken. De touwtjes zijn wel echt mega lang. Maar goed, ik vind die kleur echt zo mooi. Ook straks als ik lekker bruin ben op vakantie, is dit echt een hele mooie kleur. Ook hier zitten weer die cups in, maar kan je er weer gewoon uithalen. En deze heb ik dus in een maatje M. En ja, ik ben wel blij dat ik een maatje M heb genomen. Ik weet dan niet hoe klein een S was geweest. Dus dat is deze. Dit setje. En die kost 8,50. Dus dat vind ik ook echt geen geld voor een hele bikini. En dan de laatste bikini, dat is deze. Dit soort broekjes vind ik altijd wel het minst mooi. Omdat, ja, ik hou er gewoon van als je het lekker zo hoog kan optrekken. Dan lijken je benen gewoon mooi lang. Maar op zich vind ik dit broekje best wel nog wel leuk zitten. Dit topje vind ik ook echt. De cups zijn er wel weer uit omdat ik dat gewoon mooier vind. Maar de kleur vind ik wel echt heel erg leuk. Dus dit was de laatste bikini. Dat waren dan alle items die ik heb mogen ontvangen. Ik heb verder geen douanekosten of iets hoeven te betalen. Volgens mij hoeft dat nu ook niet meer bij Shein. Vroeger was dat wel zo. Maar omdat Shein nu ook zeg maar een magazijn heeft in Nederland, hoeft dat volgens mij niet meer. Dus dat is heel erg chill. Dus hou er rekening mee dat dat sowieso niet hoeft. Ik ga nu alle items passen. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Jullie hebben het net al
in de stukjes hier tussendoor kunnen zien of het past, ja of nee. Ik ben echt heel erg benieuwd en ik hoop dat alles past, zodat alles lekker mee kan op vakantie. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat zeker een duimpje achter als je vaker zulke video's wilt zien. En laat ook achter in de reacties wat jouw favoriete item was van deze shoplog. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen zoals ik al zei. En te abonneren op mijn kanaal. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram voor als je deze items voorbij wilt zien komen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!